Achter mij ziet u kasteel Doornenburg. De Stichting tot Behoud van den Doornenburg bestaat al 75 jaar. En om dit te vieren is er een expositie over de middeleeuwen. We hebben een expositie op dit moment op kasteel Doornenburg. Hij heet Het leven achter de kantelen. En aan de hand van 5 verschillende thema's nemen wij de bezoeker mee naar het middeleeuwse leven op het kasteel. Toen Sophia van Bieland, die is de persoon in het linker gewaad, eigenaresse van de burcht was. Dus ja, en we bevinden ons nu in de eerste zaal en daar staat het modebeeld centraal. En wat valt er allemaal nog meer te zien behalve het modebeeld van toen? Ja, natuurlijk het wapentuig. Mensen kunnen een hellebaard vastpakken of een zwaard en voelen hoe zwaar het is. Maar ook de middeleeuwen is natuurlijk verweven met religie. Met christendom was een belangrijk aspect in de samenleving. Dus aan de hand van een aantal houten sculpturen afkomstig van het Rijksmuseum in Amsterdam wordt het de religie dan uitgelegd of verder toegelicht. En een belangrijk aspect is ook natuurlijk het eten. Dus er is een gedekte tafel en een keuken gereconstrueerd. En aan de hand daarvan wordt de tafelmanieren en het eten bereiden uitgelegd. Nou, er ligt hier een hoop gevaarlijk wapentuig. Kun je mij daar iets meer over vertellen? Ja, ook bij het wapentuig is net zoals bij het modebeeld, is ook bij het wapentuig een ontwikkeling. Want rond 1100 dan hebben we dit zwaard wat we gebruiken. Het heeft een vrij kort gevest en een vrij korte pareerstang. Komt omdat er dan toen de tijd eigenlijk nog alleen een maliënkolder was als bescherming. Maar na 1300 zien we dat er toch steeds meer plaatijzer wordt gebruikt, dus het complete harnas. Dan zie je dus ook dat het gevest langer wordt, omdat mensen eventjes meer kracht moeten hebben om door dat harnas heen te komen. Ja, en hier is natuurlijk ook voor de kinderen leuk. Kunnen ze zelf voelen hoe zwaar het zwaard is, onder begeleiding van de gids natuurlijk. Dus iedereen mag eventjes zelf ridder spelen. En mensen kunnen hier het hele jaar naartoe blijven komen, toch? Ja, we zijn het hele jaar open. Op vaste tijdstippen zijn er rondleidingen. Je kan alleen nog het museum bezoeken met een gids. En deze vaste tijdstippen, dan kan je gewoon met de gids de tentoonstelling bezoeken. De tentoonstelling is het hele jaar door nog te bewonderen in kasteel Doornenburg. Ook op eerste en tweede paasdag is er een expositie van keramiekkunst. Dan is iedereen welkom om mee te doen met een workshop. Zijn er diverse optredens en allerlei tentoonstellingen die bezichtigd kunnen worden.